Hey. Je middelbare schooltijd. Geweldig. Of verschrikkelijk. Maar vergeten zul je het nooit. Op scholengemeenschap Jan Arends in Alkmaar proberen 200 leerlingen over te gaan naar HAVO 5. Het moeilijkste jaar van hun middelbare school. En dat valt soms niet mee. Hallo MBO. Het zijn tieners. Emotioneel. Prikkelbaar. Verliefd. Er zijn vriendschappen. Op zoek naar grenzen. Voor de leerkrachten een constante uitdaging. Een gevecht tegen alles wat interessanter lijkt. Ik ben echt heel erg tegen huiswerk. Deze serie laat het dagelijks leven zien van een moderne middelbare school. Ik snap echt helemaal geen kut. De docenten. En de leerlingen. Aan het begin van hun volwassen leven. Deze week twee grote contrasten. Isabel doet er alles aan om over te gaan naar HAVO 5 en is dol op haar docent Frans. Matthijs heeft nauwelijks iets met docenten en de school zet alle zeilen bij om hem te motiveren. Matthijs, als ik nou je mobiel inneem, heb je dan een reden om wel te schrijven? Dan heb ik een reden om niks te doen. En verder. Meneer Verkuil is teamleider op het Jan Arends. Ja, te laat. Hij is het aanspreekpunt voor zowel leerlingen als docenten. Ja, nou gaan rennen. En verantwoordelijk voor het rijlen en zeilen van HAVO 4 en 5. Voor een leuke dag. Rustig aan, mannen. Rustig aan. Het is al tijd, maar schiet op, man. Kom op. Ik wil dat een leerling, op het moment dat hij hier van school gaat, terugkijkt, dat hij zegt, ik heb een hele mooie tijd gehad. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Kijk, hier heb je Nederland. Zo. Meneer Verkuil doseert ook 6 uur in de week aardrijkskunde. Het is hier 30 graden. Ik vind de lesstof belangrijk, maar het is niet altijd het allerbelangrijkste. Het gaat regenen. Ik kan het zo laten zien. Ik kan buienradar erbij pakken. De relatie die je hebt met leerlingen is ook belangrijk. Het is ook belangrijk dat je weet wat er in de klas speelt. Het is ook belangrijk dat je weet wat er bij individuele leerlingen speelt. Zie, kijk, hier komt weer een nieuw laagdrukgebied, zie je? Als je hier woont, kun je ongeveer bepalen van nou, dan en dan komt het over en dan gaat het omweren. Wat eng. Nou, echt ongelooflijk eng. Kijk, hier op school hebben we zo ontzettend veel geduld met leerlingen. Dat gaan ze natuurlijk nooit meer meemaken in hun verdere leven. Steeds maar weer komen we terug op zaken. Meneer, ja? hoe heet dat gedeelte onderaan de rivier waar die uitmondt ook weer? De monding. Is dat een wonder? In lessen zullen we steeds weer uitleggen hoe het zit. Raad, als je nog één keer ertussen doorpraat, word ik boos. En met de leerlingen die de fout ingaan, hebben we ook steeds geduld. Ik ben nu al teleurgesteld. Ja. Proberen we die leerling daardoor te laten veranderen. Ik kan niet anders verwacht. Ik ga nou mijn schuldgevoel aanpraten. Noemi, je bent toch niet met je telefoon bezig, hè? Nee, ik zit mijn broek goed te doen. Nee, echt, ik meen het. Ik hou je niet onder schot. Oh. Dat realiseren leerlingen zich waarschijnlijk niet. Maar op het moment dat ze wat ouder zijn en in een andere situatie zijn, dan zullen ze zien van ja, heel geduldige mensen zijn we uiteindelijk toch. Matthijs is 15 jaar. Zijn ouders zijn gescheiden en Matthijs woont bij zijn moeder. Het gaat slecht met zijn cijfers en mentor David schrijft in. Wat moet er gebeuren dat jij gewoon in komend jaar in HAVO 5 terechtkomt? Ligt ook een beetje aan mijn vader. En want? Want die zit nu, weet niet waar hij zit, of in Frankrijk of in Londen, ik weet niet waar hij is. Ja. En de laatste 2 maanden was ik heel erg met hem bezig met school, ja. Maar nu is hij opeens weer weg. Ja. Dus ik weet het niet precies. Je weet ook niet wanneer hij terugkomt? Nee, geen flauw idee. Heb je wel contact met hem? Nu niet. Ook niet via WhatsApp of mail of weet ik het, Facebook? Niks. Dat is mooi. Ja, dat is een beetje lastig. Ja, want je doet dat niet met je moeder, hè? Nee, moeder lukt dat niet echt. Nee, dat botst. Nee, ja. En hoe deed je dat dan met je vader? Wat deden jullie dan? Gingen jullie kijken? Nee, ik zat gewoon elke dag bij mijn vader naar school. Ja?
En dan zat ik in de middag gewoon aan mijn huiswerk. Ja. En in de avond moest ik rond 7 uur weer erheen. En dan zat ik daar tot 8 uur weer aan mijn huiswerk. Ja. En dan daarna ging ik gewoon met hem tv kijken of zo. Of, goed systeem. Ja, dat ging wel goed. Dat is lastig. Want nu doe je dus in principe bijna niks aan je huiswerk. Ja, nou, ik moet nu, omdat ik bij MNO niet naar binnen mocht... en bij wiskunde mocht ik er ook 2 lessen niet meer... dan moet ik nu elke dag een uurtje nakomen. Dus dan doe ik wat. Ja. Dat is het meeste wel een beetje. Maar op het moment dat je niet meer hoeft na te komen... dan doe je dat ook niet meer? Nou, dat ga ik wel proberen om daar wel proberen. Wat aan te doen. Ja. Maar dus zit je dus nu wel met een ander probleem... dat je het ook gewoon heel lastig vindt om dat te organiseren... om aan het werk te gaan. Dus hoe krijgen we jou daar, weer? Ik weet het niet. Hier in de studiezaal met mevrouw Van Kuil werken. Nou, dat lijkt me ook niks. Ja, het gaat er even niet om dat het nu hartstikke leuk is of niet leuk is, Matthijs. Het gaat over. Ja. Dus dan moeten we iets anders verzinnen. Ja. Ja. Lastig. Ja, nu zo snel weet ik even niet zo snel. Nee, anders spreken we elkaar volgende week weer even. Ja. We willen je ook gewoon wel helpen nu. Ik leef alleen met mijn moeder en zus, zeg maar, thuis. Mijn vader die zit nu in Frankrijk. Ik heb niet echt heel erg goed contact met mijn moeder. Ik denk dat zij het lastig vindt dat ik zo veranderd ben, zeg maar. Dat ik wat meer zelf dingen uit wil zoeken. En puberteit noemen ze dat ook wel. Isabel is 17 jaar en komt van het VMBO. Ze moet erg wennen aan haar nieuwe klasgenoten. En zij aan haar. Wij krijgen best wel vaak opmerkingen te horen dat we arrogant zijn... of dat we opmaakpoppen zijn, of weet ik het allemaal. Mm-hmm. Maar dat is op VMBO is dat heel normaal. En hier zo is dat echt abnormaal eigenlijk. Ja. Ik sta om 5:15 sta ik op. Ik begin met mijn dagcreme. Dan komt de eerste laag foundation... Dan komt de tweede laag foundation, dan komt mijn poeder, dan komen mijn nepwimpers. Dan doe ik mijn eyeliner. Mascara? Nee, ik doe geen mascara. Dat zit er al op. Dat heb ik, als ik ze nieuw heb, dan doe ik er nog mascara op. Dan, oh nee, mijn haarstylen doe ik ook nog. Nou, voordat ik naar school toe ga, dan doe ik altijd nog even lipstikken. En de kauwgom maar even uit de mond. De HAVO blijkt voor Isabel een stuk moeilijker dan ze had gedacht. Mentor van Drune van Bergen begeleidt haar. Volgens mij doe je het heel goed met Frans. Wat sta je nu zo gemiddeld voor Frans? Afgerond een 6. Volgens mij een 5,9 of zo. Oké. Weet je nog hoeveel toetsen er aankomen voor wiskunde? Ja, eentje nog maar. Nog eentje. Nou moet ik er 7 voor gaan halen, wil ik overgaan. Mm-hmm. En hoe zie je dat? Dat zie ik eigenlijk als onmogelijk. Ja? Ja. Vind je dat lastig? Ja. Dus het zou betekenen een 5 voor wiskunde. En je weet dat je in het rijtje wiskunde Engels-Nederlands 1,5 mag hebben. Klopt het dat je op dit moment voor Engels ook een 5 staat? 5,1. Ja. Dan krijg je daar ook nog een aantal toetsen. Ja, daar krijg ik nog 3 toetsen voor. 3? Luisteren. Lezen en schrijven. Ik proef het toch wel uit dat je denkt, nou, ik heb er toch wel een goede hoop dat het een ja, ik wil sowieso overgaan. Want anders ben ik 20 als ik naar school ga. Daar heb ik geen zin in. Ja, oké. Maar het is zeg maar wel realistisch om te zeggen, nou, ik haal voor of ik haal de 5 van Engels op naar een 6. Ja. Stel dat het je niet lukt, dan. Betekent dat in jouw geval dat je dan een HAVO 4 over kunt doen? Ja, dat moet je natuurlijk ook in ons achterhoofd houden. Mm. Je wil wel heel graag het HAVO halen. Ja. Dat heb je ook aan het begin af aan gezegd. Ja. Ja. Wat wil je ook weer graag gaan doen? Naar het AMFI. Wat zeg je? Naar het AMFI. Naar het AMFI. En AMFI staat voor? Amsterdam Fashion Instituut. Amsterdamse Fashion Instituut. En dan word je opgeleid... Ja, je hebt 3 keuzes. Tot. Fashion en branding bijvoorbeeld. En dan is het met tijdschriften ook. En weet je, zeg maar, kleding. Je moet ook telkens kleding ontwerpen en kleine dingetjes maken. En, zeg maar, een beetje praktijk. Best wel veel praktijk en dan theorie. Dus ja. Daar kijk je naar uit. Ja, dat lijkt mij heel leuk. Ja. Oké, goed. Nou, dan zie ik je donderdag. Ja. Daarvoor, Stijn, en gaat het?
Even je tas van tafel, alsjeblieft. Goed. Matthijs. Sorry, mevrouw. Oké, jongens. Eén, doen we even opnieuw. Nikki, wat ben je aan het klooien, meid. Echt onvoorstelbaar. Ik denk dat het belangrijkste beoordelen is om dicht bij jezelf te blijven. Ik kan wel heel erg streng gaan doen en heel autoritair gaan doen, maar dat ligt niet in dichtbij mij. Hey, ik blijf het niet vragen of jullie stil willen zijn. Hou ze op ermee. Hou ze op ermee. Ja, geef maar mee. Als ik in de ene hoek van het lokaal bezig ben, kan ik niet zien wat er in de andere hoek van de klas gebeurt. Dat gebeurt heel veel. Don't do that. Ik wil lekker open. Hey, stop daar eens mee. De spanningsboog van HV4-leerling is niet al te hoog. Maar die spanningsbogen, ik kan makkelijk wel 10 minuten een kwartiertje praten, maar dan is het toch echt wel mooi geweest. Hé, hey, kom op naar mij achterin, even opletten. Ik heb geen zin om te praten. Ik probeer zo lang mogelijk stafwerken eruit te sturen te voorkomen. Maar op het moment dat het moet, dan kan een leerling stafwerk krijgen. Dat zijn natuurlijk de standaardmiddelen om eruit te kunnen zetten, om de gang te kunnen zetten. Alleen bij de gemiddelde HAVO4-leerling maak ik geen indruk. Ik ga niet elke 2 seconden vragen of je even je mond wil houden. Helder? Kindjes, we gaan verder. Ze zeggen wel eens, je kunt een paard tot het water leiden, maar je kunt hem niet dwingen om te drinken. En dat geldt zeker ook voor leerlingen. Je zou graag willen dat ze het oppikken. Je zou graag willen dat ze enthousiast worden. Je zou graag willen dat ze echt ervoor gaan. Maar dat gebeurt niet altijd. Is dat duidelijk? Ja. Goed. Matthijs, ruim dat even op. Oh, sorry. Ik let wel gewoon op, weet je. En jullie allemaal niet. De motivatie van leerlingen, dat is de grootste uitdaging die wij hebben in HAVO4. Hoe motiveer je leerlingen? Dat is echt iets wat altijd terugkomt. Dat is echt iets waar we steeds maar weer tegenaan lopen, hoe we dat kunnen doen. Dat blijft ook de uitdaging. Ik was zondag op de scooter naar Amsterdam. Wat heavy metal. Zag op Facebook met popje, alles. Cool, hè? Ik heb een nieuw shirt en een nieuwe broek en nieuwe schoenen. Swag. Swag. Heb je ze al gezien? Ja, ik heb ze al gezien. Heb je ze al gezien? Cool, hè? Meneer Verkuil maakt zich zorgen om Matthijs en heeft hem uitgenodigd voor een gesprek. Hé, hey, daar is gezien. Hoi. Iedereen praat met je tegenwoordig, hè? Ja. Yeah. Vind je het vervelend? Ja. Ik denk dat het een beetje voor mij eigen best zo is. Oh, echt? Ja, het zal toch niet tegen mij zijn als jullie met me willen praten. Nou, dat is inderdaad ook goed dat je dat constateert. Want weet je, je moet nu blind. Moet je voor je laatste 6-7 weken hard werken en overgaan. Nee. Want je moet niet nog een keertje straks in HAVO4 zitten. Nee. Daar heb je zelf ook geen zin in. Nee, klopt. Dan ben je te oud, te groot voor en te volwassen voor. En dat, dus je moet alles op HAVO5 zetten. Ja. Gaat dat lukken? Jawel, denk ik wel. Ja, wat er voor belangrijk is, is wel dat je de lessen economie en MNO van meneer Bouwman... Ja, die lessen moeten gevolgd worden. Ja, economie volg ik gewoon. En bij meneer Bouwman moet ik daar naartoe om het op te lossen wat er gebeurd is? Of... Hij zet 10 lessen achter elkaar of zo telkens. Ja, als je niet wil werken, dan ga je er maar uit, bla bla. En dat zei dan 10 keer per les. En toen zei ik op een gegeven moment, na een paar lessen, zei ik, ja, dan ga ik er wel uit, weet je. Als ik het toch geen nut, toen mocht ik er ook niet meer in. Ik vind je wel wat veranderd. Nee, ik bedoel, je bent niet zo... je bent niet zo boos. Oh. Gaat het beter? Gaat het thuis beter? Nou, gaat niet echt veel beter of zo. Gaat hier op school beter? Ja, dat wel, denk ik. Hoe komt dat? Ja, ik doe er wat meer aan. En je werk doe je op school? Ja. En dat zie je natuurlijk meteen terug dan? Ja. Ja, dat is natuurlijk het voordeel bij jou. Op het moment dat jij natuurlijk meer aan je huiswerk gaat doen en geconcentreerd tijdens de les gaat werken, zie je bij jou meteen resultaat. Ja, dat is waar. Maar daarom zou het zo zonde zijn wanneer je het niet zou redden. Zie je het eind van het schooljaar en je rapport. En niet eerder, hoop ik. Is goed. Succes, hè? Ja, dankjewel. Ik vind school op zich niet zo heel leuk. Ja, ik vind de leraar niet echt heel leuk. Ja, ik weet niet, op een of andere manier kan ik niet met ze vinden of zo. Ik heb niet echt iets met de leraar hier. Nee, we moeten achtergrondinformatie zoeken. Ja, zoals? Gewoon dit. Okay. Nee, dat was in de titel natuurlijk.
lekker als dat weg. Zou ik maar eens even naar mijn aanwezigheid kijken? Niet schrikken. Oh, valt er mee, joh. Oh, die beetje op me gewoon draad op 7. Okay, ik ga er geslopen, hoor. Kijk, ik heb 25 uur gespijbeld en ik ben 70 keer laat gekomen. En ik ben 3 keer uitgestuurd. En je cijfers is zien. Je gaat niet eens over? Nog niet, nee. Jij wel? Ja, hè? Mevrouw Verkuil is verzuimcoördinator en heeft haar handen vol aan Matthijs. Ik begrijp het ook niet zo erg goed, hoor. Ik bedoel, ten eerste ben je afwezig, dan zijn er nakomuren, daar doe je niks mee. Dan moet ik je weer uit de klas halen, krijg je weer een extra uurtje. Het is zo dweilen met de kraan open. Alsjeblieft. Dat is wat er open staat. Hoeveel uur moet jij nou blijven? Matthijs denkt dat hij een slechte naam heeft op school. En dat docenten hem daarom anders behandelen. Terwijl ik daar echt nog nooit iets van gemerkt heb. Het is ook gewoon een aardige jongen. Gisteren? 13 mei, het vijfde uur. Naar het gerechtsgebouw. Naar het gerechtsgebouw? Ja. Naar de leeplichtambtenaar? Nee, naar de officiële justitie. Oh, en waarom? Ik hier, volgens mij, meneer Verkuil weet er ook van. Oh, oké. Okay. Ik weet daar niks van. Oh. Dat was in februari. Met een andere jongen, daar had ik ruzie mee. En toen? En toen. Toen zag, kwam ik hem tegen en toen werd ik heel erg boos. Toen kwam er een beetje een waanvermogen en toen heb ik hem geslagen. Meerdere keren, zeggen ze. Dat weet ik zelf niet eens meer. En toen moest ik daarvoor naar de politie en zo. En dan moet je ook automatisch naar de Raad van Kinderbescherming, omdat het hopelijk geweldpleging is. En, ja, het was heel gedoe allemaal. Dus, Matthijs, hou je me gisteren in de gaten, jongen? Volgens mij had hij een blauw oog en iets met zijn kaak of zo. En ik had niet echt heel erg veel of zo. Maar hij is niet knock-out gaan of zoiets. Maar hij had wel aangifte gedaan. En toen moest ik naar de Raad van de Kinderbescherming en de officier van justitie. En nu krijg je een rechtszaak over 3 maanden of zo. Ja, jammer. Ik had eigenlijk niet meer te doen. Zoveel gezeik erom. Matthijs is een aantal keren achter elkaar te laat gekomen en moet zich voor straf 's ochtends om 8 uur melden. Dit briefje maandag meenemen, ingrijzen. Wacht nog. Volgende keer 5 minuten eerder. Ja, is hey, what up? Murda, die shit gaat verder. Murder. Die shit gaat verder. Hey, we doen wel die 21 shit. Ja, ze roepen vriend mij. Maar stiekem zijn ze niet blij. De officier is een bitch, ze verwacht dat ik snitch. 16 jaar is een good age. De officier is een bitch, ze verwacht dat ik snitch. De officier is een bitch, verwacht dat ik snitch. Mevrouw Verkuil probeert opnieuw een afspraak te maken met Matthijs om de openstaande strafuren in te halen. Moeten we voor de 3e keer een afspraak maken dan? Wat dan? Er staat een afspraak in je magisteragenda. Vorige week heb ik een afspraak met je gemaakt. Nu wil je voor de 3e keer een nieuwe afspraak. Ja, u wilt een afspraak? Nee, jij hebt een afspraak waar je niet aan houdt. Ik wil geen afspraak met jou, echt niet. Het is ook erg lastig om een afspraak met jou te maken. Want je houdt je er niet aan. Nee. Zeg maar wat ik anders moet. Ik weet niet wat ik anders moet. Nee, ik ook niet zo goed. Heb je dat alleen met mij of heb je dat ook met andere mensen? Alleen met school en mijn moeder. Met school en met je moeder. Oké. Okay. Maar goed, je snapt dat er hier regels zijn op school. Ja. Als er geen regels zouden zijn, dan hoe zou het er hier dan uitzien, denk je? Chaos. Chaos, precies. Maar ja, waarom hou je je dan niet aan die regels als je snapt dat er regels moeten zijn? Dat is de vraag. That's the question. Matthijs is een jongen waarvan ik wel eens zeg, de brandweer ligt boven, maar er is niemand thuis.
Toevallig heb ik net nog eventjes met hem gezeten en gevraagd van... wat ga je eigenlijk worden als je groot bent? En dat weet hij dus niet. Ik denk dat dat het heel erg moeilijk maakt. Dat als je geen doel hebt, wat je hierna na de middelbare school wil gaan doen... dat je dan ook denkt van ja, waarom moet ik dit eigenlijk allemaal? Ik denk dat hij buiten school om en met zijn vrienden en in de stad... en misschien wel risico's loopt. Dat het leven buiten de school te belangrijk voor hem gaat worden... en waardoor hij de makkelijke weg gaat kiezen. Dus gaat zeggen van nou, ik ga niet al mijn tijd steken in school. Dan is het risico dat hij afstroomt naar het mbo... dat hij daar veel te goed voor is. En dat hij daardoor misschien ook ongemotiveerd blijft. En dat hij daardoor misschien als drop-out helemaal zonder diploma en opleiding... Okay. De maatschappij in moet. Nou, we hebben weer een afspraak. Gezellig. Doeg. Doeg, Matthijs. Isabel heeft een hechte band met haar docent Frans. Nou, kun je nagaan. Ik had niet geleerd, want ik was mijn boekje kwijt en ik heb een 5,2. Nou, is toch goed. Toch keurig? Oké, okay, prima. Weet je, al die zinnen zijn elke keer hetzelfde. Zo voor trein, zwemmeres, zwemmeres. Tuurlijk. Logisch nadenken, dan weet je vanzelf. Wat is ook weer trein in het Frans? Train. Gewoon, le train. Gewoon hetzelfde als in het Duits, Engels. Ja, train. Zo draai ik het. Ik denk, nou, ik schrijf het heel stoms op, Frans, Engels door elkaar. Nee, maar soms helpt het je wel. Mm-hmm. Nou, hou de moed erin. Mevrouw Geertsma, die heb ik al vanaf de eerste. Ze is gewoon zo zichzelf. En dat blijft ze ook. Het is gewoon heel relaxed en heel aardig. In het derde van VMBO kreeg ik dan een keuze voor een keuzevak. Toen heb ik Frans gekozen omdat ik haar graag wilde hebben voor de lessen. Niet puur om Frans, maar eigenlijk puur om mevrouw Geertsma. Tik hem aan. Goed zo. We gaan over hoor. Partij. Natuurlijk is het grappig om te horen als leerlingen kiezen om de docent. Want ja, wat kun je nou verwachten van jongeren die een keuze moeten maken... wat misschien invloed heeft op dat moment voor de rest van hun leven. Okay, een HAVO-leerling heeft iets van een VMBO-leerling en iets van een VWO-leerling. Datgene wat die van een VMBO-leerling is dat de relatie tussen docent en leerling heel belangrijk is. Een HAVO-leerling werkt niet omdat hij denkt van, dan ga ik mijn diploma halen. Maar voor een HAVO-leerling is het veel belangrijk dat hij werkt voor de docent. En hij heeft kenmerken van een VWO-leerling omdat hij wat meer aan kan qua lesstof. Oh, kijk, daar zit er nog steeds. Ja. Is hij echt? Volgens mij is het gewoon zo'n opplakding, hoor. Hij loopt! Oh mijn god! Nee, doe het alsjeblieft niet. Nee, Mila, nee. Ja, als jullie de pootjes gaan uittrekken. Hoppa! Ik hou helemaal niet van spinnen weghalen trouwens. Oké, collega's, we gaan beginnen met klas H4F. Om een goed beeld te krijgen hoe een leerling ervoor staat, voeren de docenten tussentijds overleg. Isabel. Dat is nog even een vraagteken. Ze komt van het VMBO, wiskunde 5. Ja, ik denk niet dat dat meer wordt. Omdat? Nou, dat lukt er niet. Mm-hmm. Het is van goede wil, maar het lukt er niet. Het niveau? Ja. Nog te hoog. Engels, volgens Carla, wordt dat geen voldoende. Er staat ook een 5. Dat heeft Carla mij gemaild. Duits, een 5. Zou net een voldoende kunnen worden, ja. Maar dat nog blijft staan met de wiskunde. Ja, precies. Ja, ze heeft wel, dus wel inzet. Ze wil wel graag, maar ik denk dat het toch ook een kwestie is van niveau. Nog net iets te hoog grepen, of zie ik dat verkeerd? Ze geeft zelf aan dat ze een beetje laat begonnen is. Voor jouw vak misschien? Ja. HAVO 4, ja. Ja. Ga
zelf eens één keer weggehaald, dat ik het ook zei. Ja, zeker allemaal van die dingetjes van foundation. Ja. Zo goed. Oh god, ja, daar blijft het altijd zitten. Zo. Dank u. Ja, ik denk ik zeg het al niet, hè. Oh, ja. Ik zie er niet uit. Nee, dat bedoel ik niet. Wacht wel, ja. Ik kan het toch niet zeggen. Inderdaad. Ik kreeg net te horen dat ik waarschijnlijk gewoon blijf zitten. Zet net iemand op Facebook. Yes, ik ga over naar haven 5. Ja, bedankt. Okay. Ik ben zometeen gewoon 19, 20 als ik van school af ga. Nou, fijn. Ja. Leuk. Kom ik volgend jaar als 18-jarige bij allemaal 14, 13-jarige kinderen in de klas. En daar zit ik op te wachten. Nee, natuurlijk niet. Ik zal er ook niet op te wachten. Daar kijk ze helemaal tegen je op. Ja, maar ik ben nog ouder als dat jij bent. Want dan ben ik eigenlijk twee keer blijven zitten. Ja. The worst day of my life. En ook Matthijs wordt onder de loep genomen. Matthijs. Die heb ik ook nog staan. Ja, hij stond op H5, maar heeft nu 4 voor economie. Ja, maar in economie, er zit een 1 in verweven. Die gaat hij nog inhalen. Weet je, we moeten bepalen wat het verstandigst is voor Matthijs. Echt, of het verstandig is dat Matthijs nog een keer H4 doet. Ik denk dat het niet bij... Ja, maar hij heeft toch ook helemaal geen compensatie? Nee. Hij redt het sowieso ik nooit. Ook, maar waarom moeten we iets bespreken als hij zo slecht daarvoor staat? En hij mag hij dubleren? Ja, hij mag. Omdat er bijzondere omstandigheden zijn. Ik maak me meestal niet zo heel veel zorgen als leerling in HAVO 4 blijft zitten. Maar bij jou maak ik me eigenlijk wel een beetje zorgen. Want ik ben toch ook wel bang van dat je dan volgend jaar helemaal alle zin in school verliest. En ja, aangezien je natuurlijk dit jaar wel een paar keer flink in de problemen bent gekomen, dat dat dan misschien vaker gaat gebeuren. Dus begrijp je dat? Begrijp je dat ik dat... Ja, ik weet het. Want hoe zie je dat zelf, zo'n volgend schooljaar HAVO 4? Volgens mij krijg ik andere leraren. Is dat beter? Ja. Ja, zijn ze nu echt heel prut? Nou, meestal wel. Ja? Heb je er bezwaar tegen als ik volgend jaar weer je mentor word? Nou, maar deze mentoren doen toch niks, dus... Wat moet ik hieruit concluderen? Ja, dat tot nu toe nog geen één goede mentor heb gehad, vind ik. Nee, ook dus, maar wat verwacht je van een goede mentor? Vertel me dat dan. Dat ze allemaal pas aan het einde een beetje veel gaan doen en dat ik dan geen nut meer heb. Ja, ik vind het jammer dat je het zegt, want ik heb ook zoiets. Nou, volgens mij heb ik jou vanaf het begin van het jaar op gesprek gehad, want als ik de notities bekijk. Ja, maar het waren alleen maar gesprekken met verkouden en zo, omdat er iets misging. Oh, jij zegt er komen pas gesprekken als er iets misgaat. Ja, dat ook. Leg je ook niet het een beetje buiten jezelf? Heb jij je zo goed aan afspraken gehouden? Mevrouw Siegel is zorgcoördinator en wordt ingeschakeld als de problemen bij een leerling oplopen. Anne-Klaar maakte zich zorgen als hij gaat blijven zitten, hoe dat dan verder moet met Matthijs. Volgend jaar. Ja. Nou, hij blijft zitten. Ja. Het is heel dubbel, denk ik, wat hij gaat doen. Als hij HAVO 4 over gaat doen? Ja. Hoe hij zich gaat gedragen. Dat hij vervelend gaat worden of zoiets. Ja. Toen dacht ik van misschien is het aardig dat we hem bijvoorbeeld een brugklasleerling laten begeleiden. Wat denk jij daarvan? Ik heb het hem zelf dus nog niet gevraagd, hoor. Want hij is namelijk heel lief, eigenlijk. Ja, maar dat geloof ik ook vast wel. En ik vind hem ook niet zo heel erg vervelend. Wat zou de meerwaarde zijn om een brugklasleerling te gaan begeleiden? Goed gevoel geven. Iets positiefs. Alles is negatief natuurlijk. En de thuissituatie is natuurlijk ook heel veel negativiteit. Hij krijgt heel veel overal de schuld van. Nou, dat zal ook gerust terecht zijn. Daar gaat het niet om. Maar wel van,
ja, iets positiefs. Nee, ik vind het prima op dat moment om dat te doen. Maar ik zit ook te denken wat in het belang van hem is. Zijn eigen eigenwaarde. Ja. Dat is het enige. Ja, dat snap ik. Je vader die je in de steek laat. De vader die niet trots op je is. Je zult dus op een andere manier je persoon moeten bevechten. En dat heeft ook wel te maken met het niet voelen. En ja, niet voelen is vaak ook toch wel dat stoerere gedrag. Het, ja, onschendbare. Mij kan je niks maken. Want ja, zelfs mijn vader geeft niet om me. Dus wat maakt het mij allemaal uit? De toetsenweek staat voor de deur. En Isabel krijgt voor de laatste keer les van haar favoriete docent. Afgelopen vrijdag was ik erg verdrietig omdat het dan de laatste les was van mevrouw Geertsma. Die wij als klassikaal hadden. En dat dan de laatste les is, ja, is gewoon jammer. Dat vond ik echt jammer. Mevrouw, ik wil u bedanken. En tuurlijk, lieverd. We zijn er nog niet hoor, je bent er niet normaal. Komt allemaal goed. We gaan ervoor. Oh, wat erg. Nee, dat geeft niks. Lieverd. Oh. Je gaat dit halen. Je moet wel over. Je moet me echt niet alleen over laten gaan. Nee, vind ik al. Ja, Isabel is voor mij een hele speciale leerling. Met de meeste leerlingen heb je wel iets, maar sommigen springen daaruit. En daar is zij er zeker eentje van. Zij is iemand die heel hard werkt en die heel ijverig is. En die er ook wel hard voor moet werken om dit niveau te komen. Echt leerlijk voor. Dank je. Oh, schatje. Jullie allebei. Oh, kom op, hè. Ja. Nou, ik ga. Ja. Tot dinsdag. Ja, doeg. Doei. Doeg. En dan is het zover. De toetsenweek voor de eindrapporten is begonnen. Ik loop ondertussen even de absentie langs. Matthijs. Matthijs is er niet. Ik was deze toetsweek was ik niet echt vol omdat ik het een beetje nutteloos vond. De eerste paar dagen dat ik gewoon een toets en toen schreef ik gewoon mijn naam op en toen ging ik weer weg. En dat vonden ze gewoon goed en toen dacht ik ja, als ik alleen mijn naam opschrijf kan ik net zo goed niet doorheen gaan, want ik schrijf toch alleen mijn naam op. Over Matthijs? Ja. Oh! Die komt dus niet. Want? Nou ja, ze hadden hem, ik had om 11:30 die afspraak. Ik zei, ja, ik geef aan mijn vrienden zeggen dat ik afspraak heb. En hij komt niet. En hij is er niet. Dus... Nou, daar ben ik er ook klaar mee. Dus ja, dan moeten we maar eventjes kijken van... Ja, maar weet je, kijk, op het moment dat hij geen initiatieven toont en niet bereidwillig toont... En, dan ga ik ook geen extra inspanningen doen. En je weet niet waar hij is nu. Nee, hij is nu ook... ze zijn hem nu kwijt. Maar die heeft gewoon nu nog straks wiskunde... Ik trek hem wel uit zo. En dan zal ik hem of trouwens, ja, dan stuur ik hem wel naar toe. Hey, nee. Matthijs, is die er? Nee. Oké. Okay. Hij was er niet, ja. Hey, wat zeg ik? Hij, sowieso, het 6 uur was hij niet absent. Het 7 uur hoeft hij niet aanwezig te zijn, maar het 6 uur was hij niet op school. Dus dat had moeten zijn. En moet ik nu gewoon zeggen dat hij bij de toetsweek gewoon wel alle uren aanwezig moet zijn? Ja, omdat zeker hij anders, weten. Hij moet zich... Vraag eerst maar eens waar hij was. Hm. Waarom hij niet op school was. Laat hij zich dan morgen maar even bij mij melden. Hm. Of bij jou. Ja, goedemiddag, scholengemeenschap in Arends. Kijk, hallo. Zo, ik bel eventjes over Matthijs. Die hebben wij de laatste dagen een aantal uren gemist. Is hij in de buurt toevallig? Hij is niet in de buurt. Als een leerling weet dat hij HAVO 4 niet meer gaat redden, dus die komt niet meer, dan is het, vind ik, nog steeds de verantwoordelijkheid van de school om te zorgen dat die leerling wel komt, want dat zijn we verplicht. Op het moment dat wij steeds constateren dat een leerling niet op school komt en wij zoeken steeds contact met thuis en daar wordt verder geen actie ondernomen of die nemen de telefoon niet op, ja, dan is het voor ons heel moeilijk. 2 dagen later is Matthijs plotseling weer op school. Gaat niet goed, hè? Wat, hè?
Nou ja, je bent onbereikbaar, je komt je afspraken niet na. Het is een beetje lastig, Matthijs. Snap je dat? Welke afspraak? Nou ja, volgens mij heb je toetsen gemist. Oh ja, dat klopt. En dan geef je dan nog absentie op of geef je nog aan waar je bent? Of laat je je moeder nog bellen? Nee, dan zit ik gewoon thuis. Maar dat is toch niet zoals het moet? Nee. Wat heb ik dan aan om naar die toetsen te gaan? Je moet in ieder geval naar school. Moet ik me zorgen maken over volgend jaar, over nu? Over nee. Ja, ik vind het een beetje lastig allemaal. Want weet je, ik wil je ook niet de les gaan zitten lezen, omdat je zelf ook wel snapt waar het niet goed gaat. Maar ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ik heb zelf nog wel een tijdje gedacht van misschien dat je het nog redt, misschien dat je het ook nog laat zien. Dat is niet gelukt. Nou ja, goed. Ik ben dan wel benieuwd hoe je dan tegenover volgend jaar staat. Wat wil je volgend jaar? Hoe zie je dat voor je? Maar je situatie die je nu hebt, die heb je volgend jaar ook. Ja, ik weet niet. Ik zal niet 100% gemotiveerd zijn. Maar als ik volgend jaar niet red, dan moet ik naar MBO toe. Ik wil een MAVO-diploma hebben dus. Maar wat verandert dan nu met volgend jaar? Dat ik volgend jaar vanaf het begin af wat ga doen. In plaats van na het half jaar. Wat zou je volgend jaar extra willen doen op school? Extra? Ja, extra. Ik bedoel, je doet toch al HAVO 4 al een keer. Dus je hebt een heel deel al gedaan. Je zou ook bijvoorbeeld iemand kunnen begeleiden. Iemand kunnen ondersteunen. Want dat is ook waar mevrouw Siegel met jou over wilde praten. Okay. Soms koppelen we leerlingen aan jongere leerlingen. Want dat jij zelf een soort mentor wordt. Lijkt je dat leuk? Ja, het lijkt me wel leuk. Stel nou voor dat we iemand zoeken, hè, waarvan we zeggen van, nou, dat is nou prima. Dat is nou echt zo iemand die Matthijs zou kunnen begeleiden. Wat voor iemand moet ik daaraan denken? Een beetje hetzelfde type als mij. Welke manier zou je die dan helpen? Vooral niet zo te doen zoals ik het doe. Geef eens een voorbeeld. Gewoon energie in school stoppen en ja, wat beter in de les opletten, want dat is al een heel groot deel van. Daar schiet je al heel veel mee op, zeg maar. Ik sta nu 3 keer 5,3. Ook Engels en wiskunde. En daar mag ik eigenlijk maar 1,5 staan. Dus ik moet voor Engels mondeling een 7,8 halen. En anders voor die wiskundetoets die ik net heb gehad een 7. Meneer, u moet mijn toets heel snel nakijken. Want als ik een 7 heb, ga ik over. Ik wil het graag weten. Hij ging heel goed. Oh, nou, dat is mooi. Dus je moet heel snel nakijken. Goed? Ik denk dat ik er vanmiddag nakijk. Oké. Okay. Dus nou, ben benieuwd. Hij zegt, ik heb ze vanmiddag nagekeken, dus ja. Ik denk dat mijn Engels mondeling lastig gaat worden. Maar voor mijn wiskunde die ik net heb gemaakt, heb ik eigenlijk wel een goed gevoel. Dus ik hoop echt dat het wel een hoog cijfer is. Ja. Ja, het spijt me. Maar echt? Ik kwam niet hoger dan een 6. Oh. Ja, ik heb geprobeerd alles eruit te trekken wat er maar aan puntjes op kon leveren. Maar drama. Ik kom niet hoger dan een 6. Dat betekent nou echt dat je definitief zakt? Of is er nog een kans bij een ander vak? Engels. Maar dan moet ik een 7,8 gaan halen voor mijn mond. Dus het is nog niet helemaal zeker? Nee. Heb nog kans? Nou ja, heb nog kans. Het moet een 7,8 worden. En er zijn mensen die hebben hard geleerd en die hebben gewoon een 5,2 of zo. Dus het is... Ik weet het niet. Hoe voel je? Ja, balen, kut. Ja. Shit. Hoe laat heb je Engels? 1 uur pas. Oké, okay. Moeten we nog oefenen? Wil je nog oefenen? Ja, als je tijd heeft. Effie, zeg maar nog wel. People have become too dependent on machines. Yeah, they're more dependent on machines. Why is that? If you look around you, everybody sits on their phone.
No. Is he there sitting on their phone? No, they were playing with the phone. Yeah, take it away. Okay, so it takes about 10 minutes. And I'll ask you some questions. Feel free to tell me whatever you like. Onder druk van de school heeft Matthijs besloten aanwezig te zijn bij de proefwerkweek. Nou, het gaat wel goed met die rechterhand, hè, zou het zien. Ik wil toch dat je wel iets van in het Engels opschrijft. Bij wijze van oefening. Dat is bijvoorbeeld een goede film die je gezien hebt. Of een hele slechte film. En waarom die dan zo slecht was. Wat heb ik daaraan? Nou, daar heb ik aan dat ik anders moet gaan melden dat je niet aan je verplichtingen voldaan hebt. Dat is heel vervelend. Dat is ook niet zo heel slim. Dat levert je een aantal... Dat levert je slechte reclame op voor jezelf. Dat moet je niet willen. Ik ben nou net de afgelopen maand hard gewerkt om het positief te krijgen. En ik ben er positief over je geweest met de laatste vergadering. Matthijs is prima. Je bent toch niet verplicht om te leren als je toch van geen hoop meer hebt? Nee, maar ja, we moeten wel dit jaar gewoon even afmaken. Daar gaat het om. Dan moet je erin. Dus als je dit nou doet, dan zorg ik dat het verder goed komt. Dus ik moet opschrijven wat een goede film die ik heb gezien. Ja, of een slechte film. In het Engels allemaal. Thijs, als ik nou je mobiel inneem, heb je dan een reden om wel te schrijven? Dan heb ik een reden om niks te doen. Zeg je? Dan heb ik een reden om niks te doen. Dan heb je goede reden om wel te schrijven. Nee, ook nog niet. Kom op. Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Maar met zoveel schrijftalent kan je toch wel iets schrijven? Come on, do it. Oké, je blijft zitten. Oké, je geeft jezelf de schuld, neem ik aan. Of niet? Ja, tuurlijk. Oké. Maar dat wil toch nog niet zeggen dat je dan hier een uur helemaal gaat zitten en niks? Dat geeft jezelf toch ook geen goed gevoel? Maar ik neem toch aan dat je wel alvast nadenkt over hoe het volgend jaar moet gaan, weet je? Ja, maar waarom zou ik dan nu nog iets doen? Had ik al geroepen binnen, hè? Nee, kom maar. Meneer, er ligt hier maar economietoets als het goed is. Ja, dat klopt, ja. Ik ga, zoals ik nu sta, ga ik over. Ja. Als mijn economie hoger is dan een 3,7, ga ik nog steeds over. Ja. Dan maakt het allemaal niet meer uit. Dus je moet een 3,7 of hoger halen? Ik moet een 3,7 hoger halen. En als die lager is dan een 3,7, dan moet ik weer een 6,5 voor mijn Duits mondeling halen. Ik heb je toets. Dat is een 3,8. Echt? Ja, dus je eindcijfer is een 6. Wauw. Oh. Nou, dat is mooi. Weet je, ga je toch gillen en blij zijn en... Nee hoor, nee. Goed, van binnen. Goed gedaan. Isabel belt onmiddellijk haar docent, mevrouw Geertsma, op. Hallo? Hi. Hey. Ik heb net mijn economiecijfer teruggekregen. Ja. Dat was ook voor mijn overgang belangrijk. En? Ik had 0,1 hoger, dus ik ga over. Oh, het is nu definitief. Het is nu definitief, ja. Oh, wat fijn zeg. Goed, hè? Hi Dave, goed je te zien. Hoi. Nou, dit is Matthijs. Matthijs, dat is Dave. En jullie zijn voorlopig aan elkaar gekoppeld. Wanneer hij volgend jaar op school komt en hij wordt minder afgeleid door alles wat er om hem heen gebeurt, dan zie ik hem slagen en dan zie ik het goed komen. Ja, het is belangrijk om hem in de gaten te houden. En het is ook belangrijk voor hem om gemotiveerd te blijven en gewoon maar het ritme van de school aan te houden en te komen. Als hij dat maar doet, als hij maar komt, de lessen volgt, dan geeft hem toch wel weer wat goede moed. Okay.
Matthijs? Jammer, ja. Ik blijf zitten voor deze, maar nee, ik heb er nu nog niet echt speciale gevoelens bij of zo. Ik denk dat het begin saai gaat worden en later dan ben ik dat alweer een beetje vergeten. En dan moet ik gewoon weer goed mijn best gaan. Isabel, het is je gelukt. Ja, toch. Hartstikke goed. Ik hoop je terug te zien in Haven 5. En ik wens je heel fijne vakantie. Ga nu naar 101TV of deschool.bnn.nl. Want dan praten we na over deze aflevering en kom je te weten hoe het met de leerlingen gaat. Dus schakel nu over.